netjes is opgestuurd gekregen. Een fijne kaart, dankjewel. Geen plastic Nee, dat is snap je. Er is genoeg van twee hele wereld. Ja, en dat klopt ook niet helemaal met waar wij voor staan natuurlijk. Hè? Boerenkool, rode kool en witte kool. En daar zijn het de spruiten van, zeg maar, de bloemen van. Ja. Dat is nieuw, hè? Top met de mensen. Dat vind ik echt het leukst. Ja. Dat mensen je herkennen. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zeg maar ook de persoon kennen achter het product. En ik vind het ook heel leuk om te weten wie die producten op heet. En dat maakt de verbinding. En die verbinding die maakt het waar, dus zeg maar, de groente tot meerwaarde. Ja, je kunt in principe, want heb je veel vierkante meters? Nee, niet zoveel. Nou, maar dan heb je gauw te veel natuurlijk. Dat is maar hoeveel je zet. Ik denk... Ja, nee, maar het is maar gewoon voor onszelf. Dus ja, ik denk een kastje van 6x6. Dat is 36 en dan een 100 vierkante meter. Maar dan kun je ervan eten. Ja. Dat komt er ooit niet te komen. Ik ben ooit begonnen met de moestuinier op 30 vierkante meter. Ja, samen met mijn vrouw. En dan hebben we gezegd, nou hoeveel... Boerenkool eten we eigenlijk. Ja, ze weten er nou zeg maar 6 keer boerenkool. Dus hoeveel planten heb je er nodig? Dan heb je er 4 nodig. En de zaak is 6. Ja. En dat is allemaal vierkante meter. Ja. Dat is met heel veel van die kool. Moet je gewoon. Ja, nee, zo weer. Het zijn de bloemen, de spruiten zeg maar van de plant. Oh. En die hebben we geoogst in plaats van ondergedaan en gewokt. Met een beetje peperzout en een beetje komijn. En dat koop je dan of je het alleen maar De kleine Aapshoeve, hè? Nee, Park Wild Kids. De kleine Aapshoeve. Hoe ga jij dat op papier leggen? Nee, doe ik niet. Nee joh, Corrie. Meneer, de wind valt mee, dus het waait niet weg. Nee, kunt hebben, vind je. Ja hoor, heerlijk. Ja. Hi, van de bierbrouwerij. Ja. Pak tot huis en de parkeerplaats. Ja. Ik heb hier een kortingsbon. Als jullie dit jaar nog komen, dan kunnen jullie voor €30 voor 2 nachten staan. Oké. Okay. En hier mag u een flyertje meenemen. Dan kunnen 2 meegeven voor op de fiets. Dan kunnen 2 meegeven voor op de fiets. Altijd. Dan kunnen 2 meegeven voor op de fiets. Altijd handig. Hij doet dit ook zo in de tas. Wat eten wij morgen? Prei. Ja. Biologische prei. Ja, top. Leuk hè? Ja. Nou, veel plezier nog! Leuk joh!
Dames en heren, welkom op ons mooie museum Oud-Oosterhout. Er is een hogere macht en die is ontzettend tevreden dat wij vandaag een dependance van het Vaticaan hier openen. En die heeft ons prachtig weer gegeven. Bovendien is ook de gemeente zo vriendelijk geweest om de Bredase weg nog één weekje open te houden. Zodat iedereen het museum kan bereiken. Dus alleen al daarom is dit een vreugdevolle dag. Maar de afgelopen maanden is er ontzettend hard gewerkt door onze 71 vrijwilligers. Er is geschilderd, gebouwd, er is ontzettend veel koffie gezet, want vrijwilligers die moeten natuurlijk regelmatig koffie en thee drinken. Er is ontzettend veel gebeurd hier. We hebben het afgelopen jaar, als u hier tenminste een jaar niet bent geweest, dan kunt u zien dat we hier een ijskookkar hebben gekregen, een stukje Oud-Oosterhout, wat ook aangeeft dat wij bij tijd en wijle heel blij zijn als we echt Oosterhouts erfgoed hier binnen de poorten kunnen halen. Ook als dat iets jonger of iets ouder is dan de normale periode van 1900 tot 1950. En we willen dus ook een beetje bewegen in de richting van Oosterhout, zeggen bijzondere Oosterhoutse zaken. Er zijn nieuwe toiletten gebouwd, de keuken is helemaal gerenoveerd. Van nul af aan echt een geweldig werk geweest, helemaal verricht door onze eigen vrijwilligers. Er is extra expositieruimte bijgekomen, het doorloopje zoals dat heet. Een meter of acht expositieruimte. Want zoals vele musea hebben wij eigenlijk te weinig expositieruimte. Maar we zijn dan alweer heel blij dat je er zomaar 8 à 9 meter bij hebt. Er zijn nieuwe spreekwoorden gekomen. Er zijn nieuwe speeltoestellen gekomen. En we hebben vorig jaar echt een topjaar gehad met ruim 12.000 bezoekers. Nog nooit zoveel gehad. En als we dat ook vergelijken met een jaar of 7 geleden, dan hebben we ondertussen al 2 jaar achter elkaar iets van 33% meer bezoekers dan toen. Dat brengt ook 36% meer geld op. En ook de koffie- en de theeomzet is in die 7 jaar met 66% gestegen. Dat wil niet zeggen dat we er heel warmtjes bij zitten, maar hoe dan ook, we kunnen ons heel aardig bedrijven. In 2019 wilden we de gereedschappenschuur en de rijtuigenschuur gaan aanpakken. Dus die wordt gerenoveerd allemaal. En u kunt vast in uw agenda zetten dat we op 26 mei, zondag 26 mei, is er weer een korendag hier. Ik wou om te beginnen, nog even expliciet al die vrijwilligers die de afgelopen jaren, sommigen, ik kijk iemand aan nu op dit moment, die al jaren en jaren hier heel veel doet. Maar in ieder geval, de afgelopen maanden is er ontzettend veel gebeurd en het ziet er weer allemaal piekfan uit. Dus mag ik van u even een applausje voor al die vrijwilligers. Daarnaast wil ik ook de Harmonie hartelijk bedanken. Die komen hier ook al vele jaren, elk jaar weer. Ik weet niet of ze dan ook het seizoen openen, maar we zijn altijd ontzettend blij dat ze deze dag willen opluisteren met mooie muziek. En ik dank ook de sponsors en vrienden die voor zover hier aanwezig, want die maken dat wij dit mooie museum in stand kunnen houden. Tot zover een stukje van de opening. Zo komen Jacob Jonker van de Heemkundekring en Johan van Beek, die wat daaronder dat paarse tapijt zit, is ook wel een toepasselijke kleur trouwens, ja, onder het paarse tapijt zit, gaan onthullen. Ik wens u in ieder geval allemaal een leuke middag. Kijk ook nog verder even rond, want er staan allemaal leuke steentjes met de zaken. Ik wens u een hele leuke middag in het prachtige museum. Dank u wel. En dan komt nu Jacob Jonker van de Heemkunde. In de eerste plaats zou ik het bestuur van het museum Oud-Oosterhout, mede namens mijn collega Johan van Beek, hartelijk dank willen zeggen voor de eer om het zomerseizoen van het museum te kunnen openen. Zo. Voor liefhebbers van de historie van Oosterhout is dit openluchtmuseum van onschatbare waarde. Het helpt mee om een beeld te vormen van
hoe het zou zijn als alle objecten die hier zijn afgebeeld, maar die in werkelijkheid al zijn afgebroken, nog in ons stadbeeld zouden staan. Johan en ik zijn er dan ook trots op dat wij samen met Wild Botermans en met de fantastische medewerking van de vrijwilligers hier een object mogen toevoegen aan uw expositie, namelijk een maquette van het Vaticaan als symbool van de opening van het zomerseizoen 2019. In 2014 organiseerde een projectgroep van de Heemkundekring, die zich bezighield met het schrijven van een boek over de Karpijstraat, een tentoonstelling in La Cantina over de Karpijstraat. Het doel was om lijsting van de aanbieding van het eerste exemplaar van dat boek aanbieden aan de burgemeester Huisman. Er was nog een probleem. Van het Vaticaan, de kleine volkswijk die vroeger grenzen aan de Karpijstraat, maar inmiddels was afgesloopt, was geen enkele herinnering bewaard gebleven. Er waren zelfs geen foto's over. Ik vroeg daarom aan Johan van Beek, ook een niet onverdienstelijk kunstschilder, om een schilderij te maken van het vroegere Vaticaan. Johan besloot echter om een nauwgezette maquette van de wijk te maken. De tentoonstelling voor het boek was een groot succes en de maquette was mede door de leuke explicatie van Johan het klapstuk van de tentoonstelling. Na afloop van de tentoonstelling werd de maquette in het archief van de Heemkundekring opgeslagen. De archiefruimte werd echter steeds voller en de teleurgang van de maquette scheen nabij. Ik zocht dus naar wegen om de maquette blijvend te kunnen bewaren. Ik kwam in contact met Wild Botermans van het Museum Oud-Oosterhout en die wilde de maquette graag hebben. Er was één probleem. De maquette voldeed niet aan de hier in dit museum geldende schaal. Geen punt. Johan van Beek bood vervolgens aan om een nieuwe maquette te maken in de maatvoering van het museum. Dat is mede dankzij de medewerking van de vrijwilligers hier meer dan gelukt en vandaar staan wij vandaag hier. Zo dadelijk, als de bedekking wordt weggehaald, is het zomerseizoen geopend en ik wens u vast de medewerkers veel succes voor het komende seizoen. Hier na mij zal Johan een explicatie over het leven in de wijk geven. Ik ga er verder niks over vertellen. Het is een blauwdruk van de sociale verhoudingen zoals die in de eerste helft van de 20e eeuw hier in Oosterhout waren. De sociale tegenstellingen tussen de bewoners van de Karpijstraat, kleine winkeliers, die zich middenstanders noemden, en de bewoners van de volkswijk het Vaticaan. Maar ook een versie van het middeleeuwse spreekwoord dat bedelnap en geldbuidel nooit 100 jaar aan dezelfde deur kunnen ophangen. Dank u wel. Mag ik dan de medewerkers van het museum verzoeken om het doek te verwijderen? Dames en heren, maak ik een hartelijke applaus voor dit fraaie kunstwerk. En dan geef ik nu het woord aan de ziel van dit alles, aan Johan van Beek. Nou, goedemiddag allemaal. Ik ben blij dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik zal dan ook zo meteen aanwijzen wie en waar woonde. Hier in het eerste huisje, daar woonde de familie Smits, een oude echtpaar. Het tweede huisje, daar woonde wij dus, de familie van Beek. Johan en Lea. En daar kregen we de familie Goos. Ik zal er even tussenin gaan staan. Kregen we de familie Goos. Die hadden dus twee kinderen, Reneke en Noutje. Dan kreeg je de familie Van Mook, die hadden dus zes kinderen. En dat was dus Sonny, Sonny, Lia, Tini, Rian en Kees en Wil. En dan kregen we de familie Aarts, een heel gezellige familie. Wij noemen het wel eens de familie van Jan Steen.
Want daar kon alles. Als je daar binnen stapte, dan kon je dus een boterham krijgen of een kopje drinken pakken. Daar kon gewoon alles. En dan in het laatste huisje kregen we de familie Roelen. Die hadden dus drie dochters. Die zag je eigenlijk nooit niet zoveel buiten. En dan eens even kijken. Dan hadden we dus hier de bus. Daar woonde de familie Willemi. Een gezin met twee kinderen. Die woonden in deze bus. Die hebben daar enkele jaren in gewoond. Die heb ik niet zo lang gekend, want die verhuizen naar de Rijen. IJzerhandel van de familie van Beek. Hier is mijn vader begonnen met zijn schroothandel. Die hebben later Deo en ik uitgebouwd tot een leuk recyclingbedrijf. Hier was het 500 vierkante meter, nu is het 30.000 vierkante meter. Dus de behoorlijke toko geworden. En dat is allemaal goed gegaan. En dan kregen we dus hier in dit huis, daar woonde, hier woonde de familie Lonen. Met een groentezaak. Hier stonden dus ook twee groentekarren. En daarnaast zat nog het huisje van Nico Dado, de muziekwinkel. Hier hadden de sigarenfabriek van Baten. En eens even kijken. Ja, dan heb ik ze zo. Oh ja, en dan hebben we hier de bakkerij van Snelders. Dus, en die woonden hier met de winkel. En hier hadden we dan het speelterrein. En waar we dus naar de Villa Mathilde konden over deze muur. En hier waren wij natuurlijk altijd heel wat ravotten. En als je dus ravot en kuilen of tenten bouwt, dan moeten we s'avonds in bad natuurlijk. En dat was bij ons zo. Wij hadden hier in de huisje geen lichtbad en ook geen inlumpdouche. Dus het was gewoon in de tuin. En ons moeder deed kal water in de tuin en dan een klein kereltje warm water erbij. En daar moest het mee doen. En verdomd, als ik in die tuin zat, dan kwam er altijd wel een van de dochters van Rijntjes binnen om de huur op te halen. Dus dat was toch, en daar stond ik met de bibberen natuurlijk en mijn kontje met mijn natjes voor mijn kruis. Dit was eigenlijk een gezellige bezigheid hier. De bewoners zaten s'avonds vaak op een keukenstoel buiten te kletsen en een biertje te drinken. Dus dat ging er allemaal heel erg gemoedelijk aan toe. Zondagsmorgens dan werden we in ons goede pakje gestoken en dan moesten we met ons moeder naar de kerk op de markt, naar de Sint-Jan. En dan denken jullie, waarom naar de markt op het Vaticaan? Daar stond echt geen Sixtijnse kapel, dus we moesten wel naar de markt. En, maar goed, op het Vaticaan in Rome ben ik ook geweest en ik heb dat daar ook eens even goed bekeken, maar geen ijzerhandel kunnen ontdekken. Net als, en die hadden wij dus wel. Dus, maar wij hadden toch weer een voorrecht om hier te kunnen wonen. Verder kan ik er eigenlijk niet, kan ik er wel heel veel over vertellen, maar wij hebben er een hele fijne jeugd gehad. En ik zou zeggen, tegen iedereen, kom vaker naar het museum en bekijk het, wat is de moeite waard hier om het allemaal te bekijken. Ik dank jullie wel. Nu is er hier zit het restaurant van Pascal. Hier staat het flatgebouw van voor Albert Heijn. Hier dit stuk is Albert Heijn gebouwd. En hier hadden de Schapen Dries achterdoor lopen, dus dit is ook allemaal weg. Hier staan de flats van de Schapen Dries naar de Keiweg. En eigenlijk zo vanaf Surplus, alles is er tussenuit gebroken. Dit hier zo. Het is allemaal weg. Ik heb vaak tegen mijn broer gezegd van ze hadden beter de Mathildestraat achter Surplus door kunnen laten lopen. Dan had het Vaticaan en de Villa Mathilde gewoon bij kunnen blijven staan. Hè? Zijn er de Rijntjes? Ja, de Rijntjes hier zo. Ankie en dan de zus. Oh, wat leuk. Dat zijn de drie zusters Rijntjes. Ja, die waren in de tijd dat wij hier in Thouaze werkten, waren hun natuurlijk de rijke eigenaren van. Een verhaal van Bakker de Jong die hier gewoond heeft ergens en die ging altijd bij de beurs een pilsje drinken. En dan vroeg je naar hetzelfde glas en zo'n glas, dat noemden ze de paus. En omdat je dus in de Klapaarstraat tegen het Vaticaan woonde, toen was de naam Vaticaan snel geboren natuurlijk. Hè. De paus woonde op het Vaticaan. Ja. Johan, is er jouw broer ook, Dion? Ja, mijn broer, even kijken wat mijn broer staat.
Oh, daar staat mijn broer, dat is... Ja, ook een ex-bewoner, leuk, ja, ja, ja. En die heeft ook kattenkwaad uitgehaald. Ja. Hij was de knokker van de twee. Oké, oké. Zo maakten wij de buurt onveilig, dus... Ja. Dat was van de familie Rijdens, maar wij dachten dat het van ons was. Want mijn vader had dit stuk in één weekend afgezet. Want ja, als ze het natuurlijk ging vragen, dan mocht dat natuurlijk niet. Nee. Want toen hadden ze het plan opgevat. Ze begonnen vrijdagavond en ze hebben s'nachts doorgewerkt. En s'maandag zat mijn vader hier zijn ijzerhandel. En toen kwam de vader van de familie Rijtjes vragen wat ging toe. En mijn vader zei, ik ga er een moestuin beginnen. En ja, een paar maanden later kwamen de Rijtjes toch even kijken. En Janus zei, Van Beek, de kolen groeien goed, hè? Het schoot kwam over de schutting uit. Dus was best mooi. Maar dat waren later garages toch, hè? Ja, toen ik ongeveer een... zeg maar een 12 jaar was, in één jaar tijd, 11, 12 jaar, toen gingen al de voorgevels uit en toen is het een paar jaar zijn het garages geweest. Ja, ja. Ja, dat weet ik. Johan, hier is nog een boontje, Rian Aerts. Ja, dat is Rian van de familie Aerts, dat was mee van de gezelligste familie van het Vaticaan, dat kon alles. En daar waren de kinderen met Nico, Jan, Henk, Peter en Rian, de jongste. Maar die liepen nog in de luier toen ik er was. De? Peter, ja, die zit er ook net boven jou. Ja. Onder, oké. Okay. Ja. Ik heb jou nog in de luier zien zitten, dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Johan, heel hartelijk bedankt voor de prachtige inleiding over het Vaticaan. Ik hoop dat dat echt in het grote boek van de gemeente Oosterhout wordt opgenomen, want tot nu toe ontbrak het. Jullie hebben het samen, Jacob en jij, hebben het fantastisch gedaan. We zijn er ontzettend trots op dat jullie dat hier voor het museum hebben willen doen. En we kunnen daar tijdens de rondleidingen, hebben we daar ook meteen een heel mooi verhaal over als al die mensen komen. Hartelijk dank. Namens het museum wil ik jullie een kleinigheid overhandigen. En dat was het dan. Nogmaals dank. Johan en Jacob. Dan. Hier zo. Ja, goed je ook. Hartelijk dank. Goed zo, bedankt. Ja.
Thank you.